zo. Zeer geachte aanwezigen, deze bijeenkomst komt voort uit het koninklijk besluit van 17 februari 2017, dat als volgt luidt. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 februari 2017, Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen, Directie Democratie en Burgerschap, afdeling Politieke Ambtsdragers, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 17 maart 2017 te benoemen tot burgemeester der gemeente Schravenhagen, mevrouw P.C. Krikke te Arnhem. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Getekend in Wassenaar op 17 februari 2017 door koning Willem-Alexander en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Dank u wel.
En dan nodig ik de commissaris van de koning en mevrouw Krikke uit in het midden van de zaal voor het afleggen en afnemen van de belofte. En dan vraag ik mevrouw Hilversum, voor het oplezen van de tekst van de belofte. Mag ik u verzoeken te gaan staan? Ah, ja. Sorry, meneer. Ja. Dan lees ik nu de akte voor. Heden, de 17e maart 2017, heeft mevrouw P.C. Krikke bij Koninklijk Besluit van 17 februari 2017, nummer 2017-000287, benoemd tot burgemeester van de gemeente Den Haag, in handen van mij, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet, de volgende verklaring en belofte afgelegd. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Nou, de handtekeningen zijn gezet. Hartstikke mooi. Ja, dan geef ik het woord aan de commissaris van de koning voor zijn toespraak. Mevrouw de burgemeester, en ik heb ook het voorrecht om een collega-commissaris welkom te heten, burgemeester van Rotterdam, en andere familie, vrienden en mensen vanuit Den Haag. Dames en heren, het is een feestelijke dag en een genoegen om bij u de nieuwe burgemeester van uw mooie stad te mogen bezorgen. Want dat is een beetje wat ik vandaag doe. De derde stad van Nederland krijgt een nieuwe burgemeester. Een bestuurlijk hoogtepunt voor Den Haag, voor de provincie Zuid-Holland en ook voor het hele land. Het is een genoegen om hier te zijn, nu de zoektocht van Den Haag naar een burgemeester is afgesloten. Met plezier ben ik naar deze raadzaal gekomen om de beëdiging van mevrouw Paulien Krikke voor mijn rekening te nemen. Nadat burgemeester Van Aartsen
zijn besluit tot vertrek openbaar maakte, brak voor de Haagse Raad en voor mij een intensieve periode aan, waar we vandaag met genoegen op kunnen terugkijken. Er zat een hoog tempo in, want het moest snel in deze maand tot een afronding kunnen komen en dat is vandaag. En die zoektocht die verliep volgens planning en strak en foutloos in de procedure voor complimenten aan de Vertrouwenscommissie en aan de Raad. Mijn complimenten en dank voor hun werk en de gemeenteraad in dit hele proces. En ik ondersteun de keuze van de gemeenteraad van Den Haag van harte. En daarom mijn hartelijke felicitaties voor de stad, het bestuur en niet in de laatste plaats voor burgemeester Paulien Krikke, haar echtgenoot en andere naasten. Met Pauline Krikke treedt een hartelijke, spontane en goed benaderbare burgemeester aan. Een doortastende doener die sterk is in het leggen van contact. Een empathische verbinder met oog voor diversiteit. Die kan omgaan met chic en met de straat. En die aansluiting zoekt bij de deftige wijk en de volksbuurt. En die, zo is mijn inschatting, daarmee de harten zal spelen van de Hagenaars en van de Hagenezen. En zeker in een grote stad heeft een burgemeester naast alle bestuurlijke taken ook een andere bijzondere rol. Ik zeg wel eens, want het zal met mijn achtergrond te maken, ik noem de burgemeesters met name van grote steden wel eens de nieuwe hoge priesters van deze tijd. En naast die bestuurlijke rol heb je ook een, wat ik maar noem, een pastorale rol. En die uitzicht op die momenten dat het erop aankomt en dat je als burgemeester er moet staan op momenten van spanning en de juiste woorden weet te vinden om bij grote gebeurtenissen om zo de gevoelens van de inwoners te vertalen, te vertolken en perspectief te bieden. Dat is een buitengewoon belangrijke rol. En ik ben ervan overtuigd dat ik hiermee een van de vele kwaliteiten noem die Paulien Krikke bezit. Want ze is echt geïnteresseerd in mensen. Uiteraard brengt ze ook in bestuurlijk opzicht veel ervaring mee. Dat begon met haar eigen organisatiebureau en eindigt met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Als wethouder Economische Zaken in Amsterdam kreeg ze eind jaren 90, begin deze eeuw, volop te maken met de dynamiek van de grote stad. Ze loodste honderden bedrijven Amsterdam binnen, veel in de sector ICT. Wat iemand wel eens tot de opmerking bracht dat de grootste belemmering in haar werk was het tekort aan stopcontacten. Van 's Lands hoofdstad stapte Paulien Krikke in 2001, begin van deze eeuw, over naar het burgemeesterschap van Arnhem. Inderdaad een provinciestad, maar wel met grootstedelijke kenmerken en problemen. En in Arnhem deed Paulien Krikke onder meer veel en diverse ervaring op in het veiligheidsdomein. Ervaring die zeker in deze tijd en zeker in Den Haag bijzonder waardevol en nodig is. En vanuit het Arnhemse Spijkerkwartier, waar ze destijds is gaan wonen, gaf ze zich volledig aan de stad waar ze 12 jaar zou blijven. Een periode waarin ze naast lof hier en daar ook wel eens kritiek oogsten, maar dat kan ook niet anders als je 12 jaar zo'n klus in zo'n stad klaart. 2 volledige ambtstermijnen. En dat Arnhem naar haar vertrek op zoek ging naar een type Pauline Krikke, dat zegt mij veel. Dames en heren, in veel beroepen en ook bij het burgemeestersambt gaat het vooral om iemands kunnen met een N en niet om iemands kunnen zonder N. En daarom ben ik begonnen met enkele opmerkingen over de kwaliteiten van Pauline Krikke. Neem niet weg dat het feit dat de ambtsketen van Den Haag nu voor het eerst zometeen zal hangen om de schouders van een vrouw. En dat is natuurlijk wel een historisch moment ook voor deze stad. Ooit had de gemeente Utrecht, de 4e stad van het land, 2 keer een vrouw in het hoofd. En nu dus Den Haag als stad nummer 3. Het glazen plafond schuift op, minder stropdas en meer gekleurde jasjes. Ik zou zeggen nog 2 steden te gaan. Ik kijk even naar mevrouw van Nieuwenhoven. Ze schrikt ervan. Die regelmatig en ook tijdens de profielschetsvergadering nog een hartstochtelijk pleidooi hield voor een vrouw als eerste burger van Den Haag. Dat heeft navolging gekregen, want gisteren heb ik een profielschets ergens anders opgehaald en daar had men er ook hard over nagedacht. Ja, het is u gelukt. Ja, dat werd overigens een genderneutrale profielschets, want dan sprak men over de burgemeester.
Ja, het is u gelukt. Een historisch succes. En eigenlijk ook gezien uw eigen achtergrond een dubbel succes. Want ook Pauline Krikke is ooit opgeleid als bibliothecaresse. Ik citeer een opmerking van Pauline Krikke uitgesproken bij haar herbenoeming destijds in Arnhem. It takes two to tango. Verbinding zoeken, zowel in de stad als in de regio, is een taak die op het bordje ligt van de burgemeester. Een stevige opgave, zeg ik erbij. De liefde en de inzet kan natuurlijk niet van één kant komen. Zonder samenwerking gaat het niet. It takes two to tango. En daar voeg ik aan toe, zonder ruimte voor eigen handelen van de burgemeester en zonder wederzijds vertrouwen gaat het ook niet. En dat is een belangrijke notie waar ik met nadruk op wijs. Dus duw de burgemeester van de kant met een grote portie vertrouwen en ruimte en laat haar haar weg vinden hier in deze mooie stad. Vandaag vraag ik bovendien nogmaals uw aandacht voor omgangsvormen in het lokale bestuur. Ook tijdens de profielschetsvergadering kwam dit punt aan de orde. En het kan mijns inziens niet vaak genoeg gezegd worden. Wees u zich als raad bewust van uw collectieve verantwoordelijkheid voor een goed lokaal bestuur. Een stevig inhoudelijk debat, politiek debat is uitstekend en zelfs erg belangrijk, maar wel binnen de afgesproken regels en gericht op zorgvuldige besluitvorming. Zo kijken mensen, inwoners van Den Haag, zo kijken burgers naar u als de politiek. En zo maakt u er een succes van en dat verdient deze stad. Ik vertel u natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat van de burgemeester van Den Haag veel wordt verwacht. Dat geldt nu en dat is nooit anders geweest. Pauline Krikke staat als het ware op de schouders van verschillende illustere voorgangers. Josias van Aartsen, die we nog maar kort geleden mochten uitluiden, en die zich volop inzette voor Den Haag als stad van vrede en recht, internationale evenementen naar de stad haalde, een belangrijke rol speelde in de metropoolregio en echt Hagenaar onder de Hagenaars was. En Hagenees onder de Hagenezen, zou ik zeggen. Wim Deetman, ook aanwezig, bij wie Den Haag paste als een maatpak, die de stad legal capital van de wereld maakte en de Universiteit van Leiden hier naartoe haalde. Ad Havermans, die als onvermoeibaar ambassadeur onder financieel moeilijke omstandigheden kans zag Den Haag onder andere op de kaart te zetten door de vestiging van Europol en het Joegoslavië-tribunaal. Op het werk van deze heren kan Pauline Krikke uiteraard met haar eigen accenten door. Om Den Haag als stad van vrede en recht verder en sterker op de kaart te zetten. Om de samenwerking met Rotterdam en andere gemeenten in de metropoolregio uit te bouwen, waarbij het uitgangspunt wat mij betreft samenwerking is, ook tussen de provincie en de metropool, in plaats van discussies over strijd en strijd over structuur en macht. Om in samenwerking met de provincie en andere steden te investeren in Zuid-Holland, in de nieuwe economie, energietransitie en technologische innovatie. Wij leven in roerige tijden van transitie en er is veel werk aan de winkel en laten we er samen alle inwoners van het Huis van Thorbecke de schouders onder zetten. Onze gezamenlijke investeringsagenda, vorig jaar aangeboden aan de inmiddels demissionair premier Rutte, is echt van cruciaal belang voor de toekomst van de inwoners van dit gebied. Dames en heren, sta mij toe nog één voorganger van Pauline Krikke te noemen. Dat is Salomon de Monchy. Bij de meeste inwoners van de stad misschien alleen maar bekend door het naar hem genoemde plein. Maar de Monchy was ongeveer 13 jaar lang burgemeester van Arnhem. Voordat hij in 1934 hier in Den Haag de ambtsketen kreeg omgehangen. Een carrière stap die Pauline Krikke nu ook maakt. Al is het na een kort intermezzo. De Monchy heeft, en daar wil ik mee afronden, kort en krachtig beschreven hoeveel er van een burgemeester wordt verwacht en tegelijkertijd hoe moeilijk het is om aan al die wensen te voldoen. Ik citeer, economisch inzicht, de gave om anderen te laten werken, om vlug door te dringen tot de kern van de zaak, om groot